armen van vandaag is 3 runs for quality van 5 one-arm kettlebell swings per arm, 10 sit-ups en 20 single unders. Bij de one-arm kettlebell swing is het belangrijk dat je de kettlebellgetas aan het handvat vastpakt. Vervolgens swing je de kettlebellgetas tussen je benen en geef vanuit je heup vaart, waardoor de tas of kettlebell ongeveer ooghoogte eindigt. Zorg ervoor dat je lichaam rechtop blijft tijdens de kettlebelltas swing. Zorg ervoor dat je arm eerst gestrekt is en daarna in de eindpositie, als de kettlebelltas ooghoogte is, dat je arm krom is. Je kunt de one-arm kettlebell swing natuurlijk ook met de tas doen. Zorg er dan voor dat de tas ongeveer op ooghoogte eindigt. Bij de sit-up begin je rechtop. Vervolgens ga je naar achteren en tik je achter je hoofd de grond aan. Dan zwaai je je armen naar voren en tik je vervolgens voor je voeten de grond aan. Bij single under zorg ervoor dat je handen dicht bij je lichaam zijn. Je draait 1 keer. Zorg ervoor dat je lichaam rechtop blijft tijdens springen. De workout van vandaag is een interval workout. Het zijn eigenlijk 3 korte workoutjes. En elke workout doe je dus voortaan. Tussen de workouts rust je 3 minuten. De workout is 15 American Kettlebell Swings of Russian Kettlebell Swings als je met een tas gaat doen. Vervolgens doe je 20 Mountain Climbers, dat betekent 40 totaal. Als je 1 been telt doe je de 20, als je 2 benen telt doe je de 40. En 35 Double Unders of Penguins. Bij de kettlebell swing zwaait de kettlebell tussen je benen en komt vanuit je heup de vaart, waardoor de kettlebell met controle bovenin eindigt. Het is een American kettlebell swing, dat betekent dat de kettlebell tot overhead positie gaat. Zorg ervoor dat je lichaam rechtop blijft tijdens de kettlebell swings. Bij de tas swing zorg je ervoor dat de tas tussen je benen zwaait en ook vanuit de heup de vaart komt. Bij de tas swing mag je de swing maken tot ooghoogte. Dit is veiliger, want bij een tas heb je iets minder controle dan bij een kettlebell. Begin bij de mountain climber in voorlegsteun met je handen en voeten op de grond en beweeg om de beurt de knieën richting de borst. In de workout doe je totaal 80 mountain climbers. Dus als je 1 been telt doe je er 40, als je 2 benen telt doe je er 80. Bij een single under zorg ervoor dat je handen dicht bij je lichaam zijn. Je draait 1 keer. Zorg ervoor dat je lichaam rechtop blijft tijdens springen. Bij de penguin doe je eigenlijk hetzelfde als bij de double under. Alleen heb je geen touwtje in je handen. Je springt 1 keer en klapt volgens 2 keer op je bovenbenen. Op deze manier kan je de timing van de double under oefenen en is je intensiteit hoger als bij de single under. Bij de single under zorg ervoor dat je handen dicht bij je lichaam zijn. Je draait 1 keer. Zorg ervoor dat je lichaam rechtop blijft tijdens springen. De cooling down van vandaag is walk it off. Dat betekent dat je rustig aan gaat wandelen en je probeert je te focussen op het nose breathing.